Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe kookvlog. Gisteren was ik dus naar de jullie raden het al en ik heb nog wat over. En toen dacht ik, ja, wat kan ik daarmee eigenlijk doen? Dus wat ik bedacht heb, ik ga dat pluizen zo meteen en dan gaan we lekker dit klaarmaken. Op z'n tijd vind ik dit ook wel lekker hoor. Wat ik wel ga doen is dus de buitenkant, dus het deegkant, dat verwijder ik wel. Dat ga ik niet vermengen. Het gaat echt alleen puur om nou ja, de kip zelf. Dus ik ga dit even pluizen en dan kom ik bij jullie terug. Kijk eens, er komt toch nog wel wat uit hè. En nu ga ik deze eiermie ga ik voorbereiden. Deze eiermie kan je trouwens in elke toko vinden. En om die gaar te krijgen gaan we die kort koken. Echt heel kort. Laat het even heet worden. Nou, hij begint al te koken, dus dan ga ik de eiermie alvast toevoegen. Zo. En dan wachten we even totdat het uit elkaar valt. Zo zet ik alvast de afzuiging aan. Nou, kijk eens. We gaan het ongeveer 4 à 5 minuutjes laten koken. En dan doe je de inductie uit en dan ga ik hem afspoelen. Nu gaan we even laten borrelen. En dan kunnen wij doorgaan met onze knoflook en een ui. Ik had nog een ui over. En die ga ik in grove stukken snijden dit keer. Zo. En je kan ervoor kiezen om de knoflook te persen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ook deze ga ik grof snijden. Wel even oppassen met deze mes, want deze mes is heel scherp. Wel een goede mes trouwens hoor. Ik ben wel heel blij dat ik hem gekregen heb. Kijk, ik heb een grove stukken ui en grove stukken knoflook. Ik laat jullie even zien wat ik ga gebruiken. Nou, de ui en de knoflook. Ik ga die nog snijden. Dan heb ik hier de aromat. Ik heb hier trassi, oestersaus. Ik heb hier wat sesamolie, bijna op zie ik. Five spice aromat en wat sojasaus. En natuurlijk net de gepluiste kip. Laten we even kijken. Nou, die is ook goed aan het koken. Die hoef je echt niet heel lang te koken. Dus 4 à 5 minuutjes is prima. Zo, die zet ik even opzij. Ik heb nog ruimte hier. En dan kan ik de paprika snijden. Dus wel even kijken naar die Nou, we halen het witte stuk halen we weg. Want dat is het bitterste gedeelte. En dan gaan we deze ook in grove repen snijden. Die doe ik dan even in een kommetje, hier zo. Even de witte stukjes eraf. Grove stukken snijden. Zo, 5 minuutjes zijn al verstreken, dus ik ga deze in koud water afspoelen. Zo, terwijl de mie aan het uitlekken is, zet de inductie nou op 7. Voeg ik wat zonnebloemolie. Hoeft niet heel zuinig, anders wordt het wel heel droog. Mag wel een beetje, ja, ietsjes meer. Laten we de olie even nu heet worden. Oké, ik zag eigenlijk nog dat ik gember had liggen. Dus die heb ik erbij gesneden. Dan gaan we de knoflook ui en de gember en de laurierblaadjes eerst kort bakken.
Ik zet de afzuiging weer aan. En vervolgens doe ik wat trassie erbij. Voegen we hierbij. Bakken we mee met de ui. En dan ben ik nog een ingrediënt vergeten. Dat is tomatenpeper. Ik dacht dat ik het niet meer had, maar dat wel. Intussen moet ik even kijken of jullie niet veel rook hebben. Ik denk dat ik hem misschien even iets naar achter zet. Dan doen we de kip erbij. Die bakken dan ook mee met alles. Nou, het ruikt nu al lekker hoor, mensen. Inductie nou op 6. En dan gaan we even ruilen. Ik begin met de sesamolie. De volgorde maakt trouwens niet uit hoor. 5 spice gaat er nou in. Aromat gaat erin. Ik doe alles op smaak, dat weet jullie toch? Saus doe ik erin. Ik mag wel wat royale. En sojasaus. Dan laat ik deze meebakken met alle kruiden. Dan heb ik een hele mooie basis mix. En dan gaat de paprika erin. Mooie kleur ook, hè? Zo staat het samen met een ui, met een grote ui. Laten we de paprika even gaan koken. En dan kunnen we de mie erbij doen. Laten we weer even roeren. Heerlijk. Je zou in principe dit al zo kunnen eten met rijst. En dan met de peetjes erbij. Nou, jullie zien er niet al niet klaar liggen, dus die ga ik bijvoegen. Super simpel, dus als je nog een restje over hebt, kan het gemakkelijk met mie. Het kan trouwens ook gemakkelijk met bami. Waar je trek in hebt. Ik had dit nog liggen, ik denk, hey, dit ga ik klaarmaken. En je kan het zelf zo licht of donker maken als je dat zelf wilt. Dus het opzij zetten. Dan heb ik de volle focus hierop. Mooi eruit, mensen. Geweldig, hè? Ja. En eigenlijk zou er ook pak soi doorheen kunnen. Of een Shanghai pak soi. Maar dat had ik niet, want anders had ik dat wel toegevoegd. Maar dat heb ik niet. Maar dit vind ik ook een plaatje. En in principe is jouw mie klaar. Ready to eat. Klaar. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze kookvlog. Mij staat weer een enorme berg afwas op mij te wachten.
Vergeet niet om gratis te abonneren. Zou ik super leuk vinden als je het gaat klaarmaken. Laat het me ook weten. Vind ik hartstikke leuk. Laat me even in de comment weten wat jij de volgende keer graag zou willen zien. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.